Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. President Santokki tevreden met bezoek aan Verenigde Arabische Emiraten. Missie naar Dubai moet leiden tot investeringen in natuurlijke hulpbronnen. Regering verruimt lockdown naar 11 uur. Vierde COVID-golf neemt af. Alertheid blijft geboden. En Omicron-variant kan moeilijk buiten de deur gehouden worden. Om economische groei in Suriname te bewerkstelligen, zijn er investeerders nodig. Het is daarom van belang om bekendheid te geven aan Suriname. Hier heeft de regering invulling aangegeven door aanwezig te zijn op de Expo 2020 Dubai. President Chandrika Persat Santokki ziet mogelijkheden voor investeringen uit Dubai en heeft de deur daartoe ook opengezet. Het staatshoofd is onder de indruk van wat er te zien is geweest. Laat mij deze vraag beantwoorden in de lijn van dezelfde vraag die ik van jouw medewerkers heb gehad op Zanderij voordat ik vertrok. En daarbij was de vraag namelijk wat ik precies verwacht van het bezoek, de participatie van een delegatie van Suriname onder leiding van de president aan die Expo 2020. En met name ook waarom van de aanwezigheid van Suriname. En daar had ik al aangegeven dat ik met mijn ervaring, en ik heb een beetje kennis, ik heb ook veel gereisd in de wereld, vaak meemaak dat men niet weet waar Suriname is, wie Suriname is en wat Suriname is. En als je zulke grote ontwikkelingen in je eigen land wil brengen naast jouw economische hervorming, om die groei te bewerkstelligen met investeringen, dan moet je investeerders krijgen. En ik kan je zeggen, als investeerders Suriname niet kennen, wat Suriname is, hoe Suriname is, hoe de regering eruit ziet, dan gaan ze niet komen. Onbekend maakt onbemind. Dus je moet bekendheid geven aan Suriname. Laten we hiermee beginnen. Vanaf dag 1 zie je zoveel belangstelling. Van, er is een president, er is een delegatie. Suriname is hier. De vragen die je krijgt zijn basale vragen. Die te maken hebben met wat is jouw land, de diversiteit en die economie. Basale vragen. Dat geeft al aan namelijk dat je nog niet voldoende bekend bent. Dus als je me vraagt deze 2 dagen wat ik gezien heb, die bekendheid, je naam krijgt, met die vlaggenceremonie, het volkslied daar, op het podium. Van ook de expo, maar ook het presenteren van de Surinaamse vlag en die doem. Dus het zijn zaken die enerzijds ook aangeven, namelijk dat je met enorm veel respect, waardering en ook gezag ontvangen wordt. En tweede is namelijk dat door de verschillende activiteiten van Suriname in het paviljoen van Suriname, maar ook andere meetings, waar veel meetings zijn, we dit doel wel bereikt hebben. Tweede is namelijk om die investeerders daar te krijgen. We hebben de meeting gehad met die investeerders, de business community van Dubai, de Unie van Arabische Emiraten, maar ook de Surinaamse business community. En enorm veel vragen over mogelijkheden van investeren. En in feite hebben ze nu pas gezien wat Suriname is aan ontwikkelingskansen en investeringsmogelijkheden. Maar mijn boodschap is namelijk dat ik de hele dag aan hun een heleboel kan vertellen. Maar nu jullie gezien hebben en gehoord hebben waar Suriname is, wat Suriname is, maar ook de investeringsmogelijkheden, neem de tweede stap. Pak jullie een vliegtuig. Kom jullie daar aan. Of als toerist of als business. Voor mijn part huur een private jet. En kom met een hele grote delegatie. En dan zullen we hen daar opvangen en ook entertainen. Dus de tweede stap is namelijk komen. Ik heb ook het gesprek gehad
met de sheik. En hij zegt, kijk, president, ik ken deze dingen. Maar ik wil je alvast meegeven. Voordat die businessmensen daar komen, voordat die investeerders komen, zorg dat je je plannen klaar hebt. Het mag niet zo zijn dat als mensen daar komen, je hebt je plannen nog niet klaar. Begrijp je waarom we zo lang geleden die 100+ projecten goedgekeurd hadden in de regering? Waar heel wat deskundigen nu werken om die projecten. Dit is hem. Je gaat niet aan mensen zeggen, ik wil dit doen, ik wil dat doen, ik wil dat doen. Nee, zo werkt het niet. En hij heeft het heel concreet hier gezegd op basis van zijn ervaring hier. Zo. Kom met concrete dingen. Hier willen we graag investering hebben. Dit is ons plan. En laat dan investeren daarop gaan inspelen. Dus we hebben inderdaad ons huiswerk al gemaakt. Voor sommige projecten zijn vrij ingewikkelde projecten. Daar moet je rekenen op externe deskundigen. Zoals een bouw van een brug. Daarom duurt dat zo lang. Een bouw van een airport duurt ook zo lang. We hebben ook het bezoek gebracht bij DP World. En DP World is een staatsbedrijf van Dubai. Maar het is een staatsbedrijf dat in feite gemanaged wordt als een private bedrijf. Suriname heeft een rijkdom aan natuurlijke hulpbronnen. Het land probeert uit een financieel-economische crisis te geraken en buitenlandse investeringen in de natuurlijke hulpbronnen kunnen daarbij helpen. Minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen is daarom ook deel geweest van de presidentiële delegatie die een bezoek heeft gebracht aan Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten. De bewindsman blikt terug op deze missie. Vaak vergeten we wat de startpositie is van deze regering. We hebben een economie overgenomen die heel erg verzwakt was. Slechte financiële positie van het land, slechte monetaire situatie, crisissituatie hebben we overgenomen. En daarboven COVID. Maar we willen uit de situatie komen. De crisis hebben we een halt toegeroepen en we proberen eruit te kruipen. En als Suriname, we zitten met de natuurlijke hulpbronnen. We hebben goud, we hebben hout, bouwmaterialen, noem maar op. En je kan twee dingen doen. Je kan zeggen van, ik probeer zelf eruit te komen, alles zelf proberen te doen. Of je kan zeggen van, ik probeer te engageren met partners, buitenlandse partners, om weet je, de economie een kickstart te geven. En ik denk dat met deze reis naar Dubai we duidelijk hebben gemaakt dat we daarvoor hebben gekozen. Dat we ondersteuning zoeken. En om de natuurlijke hulpbronnen versneld tot ontwikkeling te brengen. En dat is precies het doel van mijn deelname aan dit werkbezoek van de president aan Dubai. Dus proberen de natuurlijke hulpbronnen versneld tot ontwikkeling te brengen. Als u kijkt naar de manier waarop Dubai dat heeft gedaan, waarbij ze ervoor hebben gekozen, net als wat u zegt, tweede, en dat is dat niet alleen te doen, maar in gezamenlijk partnerschap. Als ik kijk naar de modulariteit waaruit Dubai is opgebouwd, waarbij eigenlijk verschillende mensen komen, verschillende actoren komen, verschillende deelgebieden komen, en eigenlijk iedereen zijn ding doet op zijn vakgebied en op die manier een bijdrage levert. Hoe kan Suriname daarvan leren om in een versneld tempo, maar ook tegelijkertijd met de groene gedachte, onze natuurlijke hulpbronnen tot ontwikkeling te brengen? Ja, ik denk dat we hele goede lessen kunnen leren van Dubai. Sterk leiderschap is heel belangrijk, maar dat die ontwikkeling, dat het guided gaat. Ja? Niet zoals we zeggen in Suriname, vago ago, ja? Maar goed beleid, guided, gestuurd. En dat is wat we zien in Dubai. De natuurlijke hulpbronnen hebben ze gebruikt om die kickstart te geven. Maar ze zijn dan niet daarbij gebleven. Ze hebben de inkomsten uit de natuurlijke hulpbronnen gebruikt om die economie te diversificeren.
En vooral nu, aan de vooravond van, laten we zeggen, een oilboom in Suriname, moeten we nu al nadenken van hoe gaan we de inkomsten uit de oliesector bijvoorbeeld gebruiken om andere sectoren in Suriname tot aan de klink te brengen. En dat is precies waarmee we ook nu al bezig zijn in Suriname. Bijvoorbeeld met de mogelijkheid om het gas aan land te brengen. Wat ga je dan met de goedkope energie die beschikbaar komt doen? Ja, nu al zijn we al bezig daarover na te denken. We denken aan geïntegreerde industrieën opzetten in het westen van Suriname. We denken aan die energie aanwenden om onze bauxietvoorraden in het West-Suriname gebied aan te spreken. Al dan niet samen met Guyana. Mm-hmm. Wij denken aan petrochemische industrieën. Maar we denken ook bijvoorbeeld aan het connecten van de elektriciteitsgrid van het noorden van Zuid-Amerika. Dus allemaal zaken waarmee je nu al rekening moet houden, want die olie, het gas, zal een keertje opgaan. Mm-hmm. Wat doe je dan? De regering heeft besloten de avondklok ingaande vrijdag 3 december 2021 te verruimen naar 11 uur. Dit na een constructief overleg met de vertegenwoordigers van de Vereniging Surinaamse Bedrijfsleven, VSB, en de horeca- en toerismesector. Bij het overleg waren naast de COVID-clusterministers Reshma Kuldip Singh, Amar Ramadin, Kenneth Amoksi en Saskia Walden ook vertegenwoordigers van het Korps Politie Suriname aanwezig. Tijdens dit onderhoud zijn er harde afspraken gemaakt met betrekking tot de naleving van de COVID-19-protocollen voor eetgelegenheden en bardancings. De nadruk werd gelegd op het overtreden van deze protocollen. Op basis hiervan had de regering eerder het besluit genomen om de avondklok terug te brengen naar 9 uur. De horecasector trok toen aan de bel en vroeg om herziening van deze lockdownmaatregel. Partijen hebben na goed overleg afgesproken dat er gezamenlijke inspanningen gepleegd zullen worden om de handhaving van de COVID-19-protocollen verder ter hand te nemen. Zowel de regering als de horecavertegenwoordigers zijn het er met elkaar eens om de bestaande protocollen bij te stellen. De vierde COVID-19-golf in Suriname is aan het afnemen. Goed nieuws, zegt Sunita Nananpande Gopisingh van de stuurgroep COVID-communicatie. Zij waarschuwt echter dat het van een aantal factoren afhangt hoe de situatie zich verder ontwikkelt. De gezondheidsfunctionaris roept op tot het naleven van de Mohana-protocollen en respecteren van de maatregelen. Zij legt ook de nadruk op vaccinatie. Nogmaals, goed nieuws. Ten aanzien van de vierde golf. En waarom dat getwijfel en gewijfel van mijn kant en van onze kant uit? Omdat we niet weten welke kant het op kan gaan. We kunnen naar nul gaan, maar we kunnen ook weer omhoog schieten. En daar zijn een aantal factoren, zullen daar verantwoordelijk voor zijn. Belangrijk is dat we de maatregelen niet laten schieten. De Mohana-maatregelen, zoals ze dat in andere landen wel hebben gedaan, omdat ze dachten dat ze uit de golven waren. En toen bleek dus dat dat een verkeerde keuze is geweest. Wij moeten ons gewoon blijven houden aan de maatregelen. Mondkapjes op, handen wassen, afstand houden, zoveel mogelijk ventileren. En over de decembermaand, ja, de feeststemming, hoe gaat ons gedrag zijn? Ik ga daar verder geen uitspraken over doen, maar het zijn zaken waarmee we rekening moeten houden. Verder hebben we natuurlijk, de verrassing van de maand was het Omicron variant. Daarvoor hebben we dokter Lieke gevraagd om ons wat meer te leggen daarover. Ook daarmee kan het alle kanten opgaan. Ik zal nog even snel iets over de vaccinatiedekking aangeven. En dit is het bekende plaatje. We zitten dus nu op 45,49%, bijna 45,5% van de doelgroep schiet niet echt op.
En we zien wel dat de booster shots redelijk goed gaan. We zitten al op 9.769. Dat is een goede trend. En we willen de mensen ook aanmoedigen om die booster shot te nemen. Vooral de mensen die toch met de risicofactoren onderliggende lijdens lopen. Maar ook de mensen die 40 plus zijn en misschien het idee hebben dat ze toch wel gezond zijn en geen andere bijkomende zaken hebben. Het is toch goed om je extra te beschermen, misschien in aanloop naar wat zal komen. Maar ook de rest van de bevolking zouden we willen oproepen, wederom, om voor nu gebruik te maken van alle mogelijkheden om je te laten vaccineren. Want we komen straks op het minder goede nieuws. Dat is dus ten aanzien van de vaccinaties. En het minder goede nieuws is dus, dat is ook al bekend denk ik, dat we dus door onze voorraad, niet door onze voorraad heen zijn, we hebben een voorraad van AstraZeneca die vervallen is. En dat was op 30 november. We hebben getracht zoveel mogelijk mensen voordien toch ertoe te bewegen om zich te laten vaccineren. Helaas is het niet gelukt. En uit veiligheidsoverwegingen, de werkzaamheid van vaccin, aanbevelingen van de fabrikant, hebben we toch deze batch aan AstraZeneca moeten laten gaan. En als laatste punt wil ik dan aangeven, gaan we de vijfde golf krijgen of niet? Dus dat is dus nu de grote vraag, welke kant gaat het op? In ieder geval gaan we nu voor deze periode gebruik maken van de rust die er is, om de reguliere zorg weer op poten te krijgen, de mensen tot rust te laten komen in de zorg. En u heeft het filmpje net gezien, de oproep van de zorgverleners. U zag daar een paar jonge dames, er zijn natuurlijk ook andere zorgverleners. Maar namens alle zorgverleners hebben zij een oproep gedaan om ons toch te houden aan alle regels. En ervoor te waken dat we weer in een andere golf terechtkomen. Omicron is de vijfde variant van het COVID-19-virus. Deze variant werd de tweede week van november in Botswana ontdekt. Intussen heeft het zich wereldwijd verspreid. Internist-infectioloog Lieke Ouattie zegt dat Omicron moeilijk buiten de deur gehouden kan worden. Tijdens de COVID-19-persconferentie op donderdag 2 december wees ze erop dat Omicron ook veel mutaties kent. Verschillende media berichten over gelezen heeft. Wat is de Omicron-variant? Dat is een nieuwe variant van het COVID-virus. We hebben tot nu toe al een aantal verschillende varianten voorbij zien komen. Waarvan de meest recente de Delta-variant is geweest, die een grote uitbraak ook hier in Suriname heeft gegeven. Wetenschappers in Zuid-Afrika hebben nu deze nieuwe variant vastgesteld. Dat is op 24 november voor het eerst gevonden. Maar inmiddels is al teruggekeken in oudere samples, dus oudere testen. En op 9 november blijkt de Omicron variant ook al aanwezig te zijn geweest. Nou, u heeft misschien ook gehoord dat landen overal ter wereld heel hard proberen om Omicron buiten te houden. En waarom probeert men dat? Deze nieuwe variant heeft een heleboel mutaties. Mutaties zijn een soort kleine veranderingen aan het virus, aanpassingen. En van tevoren weet je eigenlijk niet goed wat die aanpassingen, die veranderingen in het virus gaan betekenen voor hoe het virus op de mensen en, werkt en hoe het virus op de epidemie werkt. Omdat dit virus veel verschillende mutaties heeft ten opzichte van de al bekende virussen, is men bang dat het zich makkelijker kan verspreiden. We zijn gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.